Merel EK heeft op indrukwekkende wijze haar terugkeer gemaakt in Vandaag in na de ongepaste opmerkingen van Johan Derksen. Ze heeft Johan stevig aangepakt vanwege zijn verouderde denkbeelden, met name zijn uitspraken over zwangerschapsverlof die een week lang de gemoederen bezighielden. Derksen had zelfs de onbeschaamdheid om te suggereren dat Merel haar baan als politiek verslaggever bij Vandaag in zou verliezen als ze zwanger zou worden, wat duidelijk als keiharde zwangerschapsdiscriminatie kan worden beschouwd. Het lijkt erop dat Johan Derksen een week lang in een tijdmachine heeft gezeten, want zijn denkwijze is zo achterhaald als de jaren 60 waar hij vandaan komt. Merel, echter, liet zich niet intimideren en verklaarde vastberaden dat ze gewoon haar werk zal blijven doen en bij een eventuele zwangerschap gebruik zal maken van haar recht op zwangerschapsverlof. Ze liet zich niet intimideren door de ongefundeerde beweringen van Derksen. Johan Derksen heeft zichzelf behoorlijk in de voet geschoten door zijn onzin over zwangerschapsverlof te verspreiden. Hij beweerde dat zwangere vrouwen desastreus zijn voor een bedrijf, terwijl Merel hem er snel op wees dat het UWV alles gewoon volledig vergoedt. Derksen, die altijd beweert dat zijn collega's niet over de juiste kennis beschikken, moest toegeven dat hij onzin heeft verkondigd toen Merel de juiste informatie naar voren bracht. Het lijkt erop dat Johan Derksen pas net heeft ontdekt dat er al sinds 2001 een regeling is voor zwangerschapsverlof. Merel benadrukte de slordigheid van de mannen van zes, omdat de correcte informatie gemakkelijk te vinden is met een simpele Google zoekopdracht. Ze wees erop dat het UWV 100% van het dagloon betaalt tijdens zwangerschapsverlof, waardoor Derksen zorgen over financiële lasten volledig ongegrond zijn. Het lijkt erop dat Derksen in een ver verleden leefde, want volgens hem was er geen regeling toen hij met dat bijltje hakte, een tijd die waarschijnlijk in de jaren 60 lag, zoals hij zelf aangaf. Al met al heeft Merel EK de mannen van zes op hun plek gezet en duidelijk gemaakt dat ze niet zomaar akkoord gaat met achterhaalde denkbeelden en ongefundeerde uitspraken. Ze toonde zich vastberaden en goed geïnformeerd en het lijkt erop dat Johan Derksen zich bewust werd van zijn gebrek aan kennis en inzicht in moderne arbeidsregelingen. Misschien moet Johan voortaan zijn schrijfmachine inruilen voor een Google zoekopdracht voordat hij ongefundeerde uitspraken doet.